When. Het Eurovisie Songfestival, het is misschien wel de meest bekende internationale zangwedstrijd, maar vroeger was er ook nog het Knokkenfestival. En daar werd niet één liedje door één afgevaardigde gezongen. Nee, per land kwam er een hele ploeg aan bod die meerdere nummers brachten. In 1964 streden voor ons land Rita Hoving, Trea Dobbs, Willeke Alberti, Ilonka Biluska en Shirley Zweres. Zij is zometeen onze gast vanmiddag in Café Kooijmans. Maar eerst gaan we nog even terug naar dat Knokkenfestival 1964. U hoort presentator Jan Thijs. Laatste bloem in dit Hollands boeketje. It's a pleasure to welcome Shirley. Shirley chante à ravir et ce soir encore. Elle vous ravira grâce à son excellente interprétation de Georgia. Ja, Shirley is een charmante jonge dame met een veelzijdig talent. En dat gaat zij vanavond nogmaals bewijzen. Zij begeleidt zichzelf aan de vleugel in Georgia en zij zingt het in het Nederlands. Hier komt Shirley. Geweldig zeg, live in Knokke 1964. Shirley Zweres met haar versie van Georgia. Shirley, goedemiddag. Goedemiddag. Was dat leuk om terug te horen? Ja, heel apart. Dat klonk, wat een enorm orkest zit daarachter ook zeg. Ja, nou dat kon niet zo goed horen. Ik hoorde wel de piano. En, ja, en een vibrafoon. En een vibrafoon. Ja. Het was wel heel apart, ja. Ja. Ja, Knokke 1964, dat was een spektakel, want jullie hebben gewonnen toen, hè, de Nederlandse ploeg. Ja. Dankzij jou? Wordt beweerd. Mm-hmm. Ik weet het niet. Wat heb je gespeeld daar, behalve deze Georgia? Nou, dat was Georgia. Moet ik even denken hoor, Gotta Move, dat nummer van Barbra Streisand in het Nederlands en You're My World.
Moest allemaal in het Nederlands, hè? Ja, dat moest in het Nederlands. Ja, ja, ja. En maakte jij zelf de vertalingen? Nee, niet. En ik moet je ook eerlijk bekennen, ik weet echt niet wie dat destijds heeft gedaan. Oh, jammer. Schandalig. En hoe is het er daar naartoe gegaan? Want jullie waren met z'n vijven, hè? Ja. Dus wat een enorme competitie is dat. Ja, dat is. En je staat er niet zo bij stil. Want het is allemaal een hele nerveuze toestand. Want je moet liedjes leren. Nacht van tevoren worden de teksten gemaakt. En dat moet je allemaal uit je hoofd weten. En ja, het is een soort roes waar je in verkeert. Maar wel een leuke. Ja, en iedereen zingt daar dus in zijn eigen taal. Ja, zo ging dat. Inderdaad. Ja. Ja, en ik word er heel leuk. Ik word er nog wel aan herinnerd, hoor, aan die good old days. Want mijn trouwe fans, zoals bijvoorbeeld Hans de Vriet, die mij nog regelmatig liedjes opstuurt uit die tijd. Oh ja? En ook later. Ja, dat is ontzettend leuk. Liedjes, uitvoeringen van jouzelf? Ja, en zet hij iets op een dvd en dan zie ik dat weer en denk ik, wie is die vrouw? Oh ja? Sta je er zo ver vanaf nu? Ja, zo voel ik het eigenlijk wel. Ik zie dat wel en ik vind het dan soms wel ook wel leuk. En anderen dan weer niet. Ja, ik geloof wel dat je wat kritischer wordt later. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien natuurlijk. Ja, en groot applaus hè, net. En jullie wonnen de prijs. Maar een naam als Willeke Alberti of Trea Dops, hè, dat ben je niet geworden? Nee. Terwijl als ik dat zo hoor, en je speelt ook nog zelf piano. Ja. Hoe is dat dan zo gekomen? Ja, ik heb ook veel gereisd natuurlijk. Ik heb een hele tijd in Amerika gewoond. Ik heb in Engeland gewoond. En de laatste jaren, moet ik wel zeggen, 15 jaar, heb ik in Spanje heel lang gewoond. Nu woon ik bijvoorbeeld weer in Frankrijk. Jongen. Ja, ik weet, ik ben ook niet zo ambitieus. Het is ook niet zo dat ik denk, oh, nu moet ik dit. Ik moet carrière maken. Destijds dacht ik dat ook al niet. En het was, en daar was ik ook wel heel dankbaar. Maar ik ben nooit zo'n strebertje geweest. Maar wel veel reizen dus. Wel veel reizen. Ja, door de mannen in mijn leven ook wel over het algemeen. Ja. En toch ook wel veel gigs gedaan, veel optredens gedaan. En in binnen- en buitenland. Ja, dat is altijd wel gebleven. Ja, want dit was 1964. En in de jaren 70 had je It's Me, hè? It's Me in de jaren 70. Toen was ik net terug uit Amerika inderdaad. Had ik It's Me. Dat werd een Edison in 1977. Nou, kijk eens aan. Ja, dus dat is toch, dan is het toch aandacht en waardering, zou je zeggen. Ja, ik denk ook wel, hoor. Ik heb zo heel veel verschillende dingen gedaan. Hè. Niet altijd maar bij een bepaald genre gebleven. Ik denk dat het er iets mee te maken heeft. Want ben je dan nog wel herkenbaar? Mm-hmm. Maar ja, nou, ik heb het gedaan en ik ben er ontzettend blij mee. En ik vind het zo leuk dat nog zo ontzettend veel fans hebben. Daar sta ik echt van te kijken. Dan krijg ik echt een warm gevoel van binnen. Ja, maar dat is natuurlijk. En dat komt toch, denk ik, ook voor een groot deel door heel even. Hè? Dat is toch, denk ik, weer, je grootste en nu, succes. En nu, dat is ook weer een nieuw iets. Dat retro, hè, van de sterren van destijds worden weer uit de kast gehaald. En dat is weer een trend. Ja, precies. Dus je kan weer op die festivals die aandacht besteden aan jaren 80 hits en zo. Ja. Je kan zo weer komen optreden. Zomaar. Wat doe je op dit moment? Nou, ik woon in Frankrijk. Ja. Ik ben getrouwd en heel leuk. We hebben een studiootje aan huis en daar doen we af en toe wat dingetjes. Ik treed bijvoorbeeld niet meer op. Nee? Niet een carrière. Ik doe het als hobby, kun je wel stellen. En, maar jullie nemen wel nog dingen op, dus jullie zijn nog wel volop met muziek bezig. Ja, voor onszelf over het algemeen, hoor. Maar ik weet niet, als ik dat dan allemaal zo weer hoor en als ik dan Sascha van Esdonk, de bookings agent waar ik destijds voor heb gewerkt, die zegt, we moeten weer iets doen, hoor. En het zou een reunie, het zou zo leuk zijn. Ja. Dan weet ik het niet. Nee, maar je hebt natuurlijk wel, je hebt enorm veel ervaring als muzikant en zangeres. Volg je de branche nog een beetje en de dingen hoor. Die er nu gebeuren? Ja, natuurlijk. Ja hoor, ik ben helemaal op de hoogte. Oké. Okay. Ja. Maar wat ik wilde zeggen, hè, ik had dus mijn vroegere bassist Ruud Baron. Als je het niet erg vindt, wil ik die veel sterkte toewensen, want die ligt in het ziekenhuis op het ogenblik met een chemo, die ondergaat een chemokuur. Dus die wens ik veel sterkte. Sorry dat ik even tussen. Dat geeft niet. Ja. Maar ik ben ontzettend gelukkig. Het klinkt wel heel zweverig, hoor, maar ik ben echt heel erg gelukkig. Ik ben blij met mijn leven en alles eromheen. Ik heb een heerlijk huis en een stuk land en ja.
Nou, dat is toch fantastisch? Is heerlijk. Dat is toch helemaal niet zweverig? Dat is toch het mooiste wat je hebben kan nu? Ja, toch wel, hè? Ja, precies. Ik wil je heel hartelijk danken dat we even terug mochten kijken op Knokke 1964 ja. En de rest van je carrière. Oké. Okay. En ik wil je nog even iets laten weten wat op onze site staat. Want we hebben natuurlijk aangekondigd dat je vandaag kwam. En Ben Joost die schrijft dat je de enige mooie vrouw was die kon zingen en piano spelen. Oh, wat ontzettend leuk. Dat is toch leuk, hè? Ik krijg kippenvel van. Wat ontzettend leuk. Oké, Shirley, dankjewel. Heel erg bedankt. Oké.